What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're going to be jumping into the next one on the 19th century, the Dutch 19th century, episode 6. English translation is here. Let's jump in. Let's check it out together. It's coming at us from Mikhail. Much love. I do appreciate it. I definitely appreciate the history lessons. Shit, we're learning about all kinds of people. Let's jump in. Let's check it out together. Let's go. Mees steunt Pinkoffs en levert zijn netwerk en een deel van zijn vermogen aan hem uit. Maar hoe diep gaat zijn liefde? Visitekaartje van Pinkoffs met hartelijke dank voor uw lieve attentie. En dan een brief van de vrouw van Marten Mees aan een vriendin over de Pinkoffsen. En dat geeft wel een idee over de verhoudingen. Marie, liefs, het was heus de bedoeling niet u een avondje alleen met mevrouw P. Pinkoffs te vragen. Niemand beter dan ik weet hoe vervelend zij is. Wij hadden juist gedacht talrijk genoeg te zijn om niemand te veel onder haar te doen lijden. Gij weet niet hoe moeilijk de omgang met Pinkoffs is. These are some really slashing letters back then. Heeft haar diners om hem te vragen, geven wij niet. Zij weten natuurlijk best hoeveel prettige kennissen wij hebben. En voelen dat zij eigenlijk afgestoten worden. Overal waar men Pinkoffs niet nodig heeft. The crazy thing is that when the person was writing that, they were meaning it for somebody. They had no idea we'd be reading it however many years later. Ondanks dat Pinkoffs door de elite met de nek wordt aangekeken, rijst zijn ster. Behalve gemeenteraadslid wordt hij ook het eerste Joodse lid van de Eerste Kamer. Hij wordt zelfs gevraagd als minister van Financiën. In Rotterdam-Zuid voltooit Pinkoffs zijn nieuwe havens. Bekend terrein voor stedenbouwkundige Riek Bakker. Zij ontwikkelde de havens 30 jaar geleden tot een gewilde woonwijk. Dit is allemaal Pinkoffs gebied wat we hier rondom zien. Ja, dat is heel duidelijk. Je ziet daar het havenkantoor. Dat was eigenlijk zijn kantoor. Dat was in die dagen heel wat. Net zoals deze havens aanleggen. Zo'n kraantje, dat was echt het moderne leven van toen. Dat was het moderne leven van toen. Staal. En dan dat ding wat naar beneden kwam en dan gewoon die balen optilde in plaats van dat ze met z'n allen dat stonden op te hijsen. Ja, dat was de vooruitgang. Waanzinnig. Groot gedacht. Groot gedacht. Groot gedacht. Not big thoughts. Big isn't an understatement. Like, these were grand. Damn, like, wish on a star type dreams. Big dreams. Ja, serieus. Als je uit het gebabbel kunt komen en je kan het vizier hebben op wat is nou ten algemene nutte van onze stad en onze gemeenschap hier? Hoe willen wij nou vooruitkomen? Willen wij wel vooruitkomen? En hoe moet je dat dan doen? En als je dan een paar draafkengers de gelegenheid geeft en die dat laat doen, dan krijg je dit soort dingen. Maar wat ook reuze interessant is, dat iets achterlaat waar je vervolgens weer wat mee kan doen. Want dat is hier gebeurd. Pinkoffs heeft hier iets neergezet. Ja. En je hebt dat 100 jaar later hier teruggevonden. Ja. Wat was er nou mooier als hier de relicten van meneer Pinkoffs aan te treffen, die zo degelijk en goed gebouwd zijn. Kijk eens even. Je bent wel helemaal niet goed bij je hoofd als je dat niet gebruikt. Al met al heb jij een nieuwe sprong naar Zuid gemaakt. 100 jaar na Pinkoffs. Ja, dankzij Pinkoffs. Dankzij Pinkoffs. Ja. Ja. It's such a ridiculous looking city. So met deze nieuwe havens spread out, but water everywhere. There's trees. Klaar voor de grote schepen. Maar er is nog één obstakel in de opmars van de havenstad. De slechte verbinding met het achterland. En dan vooral met Duitsland, dat economisch sterk in opkomst is. De scheepvaart over de rivieren in die richting kent ook zo zijn problemen. Je zag hier heel veel ondieptes, eilandjes, vooral in de zomer. En dan was het water soms niet meer dan 1 meter diep, het was echt heel ondiep.
En dat was een heel groot probleem voor de scheepvaart. De Duitsers die oefenden dus steeds maar druk uit op de Nederlandse regering om iets aan de bevaarbaarheid van die Rijn te doen, maar ook om iets te doen aan al die tollen en al die doorvoerrechten en al die belemmeringen. Dus er zijn verschillende soorten belemmeringen. Eén, simpelweg, je kon er niet door, door al die verzandingen. Ja. En twee, je moest overal dokken. Je moest overal dokken en het kostte ontzettend veel tijd en geld. Dus onder Thorbecke wordt die rivierverbetering eindelijk goed aangepakt. En dan verandert er werkelijk iets en het resultaat kun je nog altijd hier zien. Want we staan nu op een van de 1600 kribben die aangelegd zijn. Door die kribben krijgt een stroming meer diepte. De rivier diept zichzelf uit. Dat was het idee. De rivier schuurt zichzelf uit en dan krijg je een doorgaande vaargeul. Het is een weg geworden. In feite is het nu een vaarweg geworden. Zo zou je het kunnen zeggen. Wat het voorheen niet was, het was meer een hindernisbaan. En nu is het een vaarweg geworden. Dan is eindelijk de weg echt vrij. Dan is de weg eindelijk vrij. Maar pas bij een belangrijk verdrag van Mannheim in 1868... dan is de hele Rijn eigenlijk vrij van tollen en It's andere not deep belemmeringen. Enough. We'll just dan make is it het deeper. Een vrije doorgangsweg geworden voor elk schip dat er langs vaart. Heeft Rotterdam een weg naar zee en een vrije weg naar het binnenland? Een vrije weg naar het binnenland. En dan kunnen de mogelijkheden die Rotterdam heeft door zijn ligging en door de uitbouw van de havens eindelijk optimaal worden benut. En kan Rotterdam beginnen aan zijn groei tot wereldhaven. Flanders, jongens. Good morning, this is Coaster Marlin. This is really cool, like a flight control center but for boats. 50 minutes to go to Lloydgarde. Could you consume Lloydgarde number 4? Is it before? I have 12 to 13 meters. Dus ja, eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Pinkoffs bouwt aan de kop van zijn havens het kantoor waar Riek Bakker al op wees. Het Poortgebouw. In de 19e eeuw de trots van de nieuwe uitbreiding. Een bel? Doorbel. Hoi, goedemiddag. Hans Dora. Goedkoop. Hi, Dora. Hoi. Kom maar binnen. Jullie zijn bewoners hier. Ja. 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 Hoeveel zijn jullie met elkaar? 28, 27 of zo? 27. Ja. Kleintje erbij. En jullie kraken het hier? Nee. Het was gekraakt? Ja. Het is nu gewoon... Tussen 80 en 82 was het gekraakt. En daarna heeft de gemeente een huurcontract aangeboden. En daar wonen we nog steeds op. Ze betalen al meer dan 30 jaar braaf onze huur. Ja, ik denk meteen, de bouwer zou eens moeten weten. De beroemde meneer Pinkoffs. En vind je hier nog iets terug uit die begintijd? Ja, er zijn wat, de trappenhuizen zijn nog authentiek. Er zit een kluis in de kelder. Yeah, I want to see the safe in the basement. You can't just be like there's a safe in the basement, but you can't see it. Er is er één en ik denk dat dit er ook één was, alleen die deur is eruit. Dus dit moet Pinkoffs bedacht hebben als de kluizen voor zijn handelsondernemingen? Ja? Denk ik. Oeh. Ja. Er is en dit is de kleine. De kleine kluis? Ja. Some hardcore stone safes right there. Big ass iron doors. Ja. Dit is het mooiste plafond van het huis. Ja, je kunt hier die schepen gaan natuurlijk hier naar binnen. En dan heeft hij had hier kunnen zitten, niemand weet het, denk ik. Maar de hele Pinkoffs, als ik het zeggen mag, ik voel hem hier niet meer.
Gelukkig kunnen niet. Kunnen je één... Gelukkig niet, zeg je. Ja. Waarom? Nee, ja, er hangt toch wel een beetje een negatief gevoel aan die man. Ik loop daar wel eens langs dat standbeeld en er zit daar iemand vaak een biertje te drinken. En dan schreeuwt hij wat tegen me en dan zeg ik, oh, wat zei je, meneer? Ja, dat is een slechte meneer, een slechte meneer. Ja, ik weet het. Dus ik denk dat heel veel mensen er toch niet zo hoog pet van op. Dit is een politiebericht. Pinkoffs, Lodewijk. Oud 52 jaren, lang 1,7 meter. Aangezicht rond en bol. Kleur bleek. Haar donkergrijzend. Wenkbrauwen donker, baard grijs, ogen sluw uitziende. Cunning eyes. I like they put a description. Krom, mond klein, kin rond, spraak langzaam lijmig. Enigszins waggelende gang, een gevolg van vetheid, ook zichtbaar aan hals, nek en handen. Wat was er misgegaan? Ja, wat ging er mis met Pinkoffs? Hij begon met het met frauderen. Grootscheep frauderen. Valse boekhoudingen aan. Always people get greedy. Always people want more. Always people can't be satisfied with having done something great and having been making a certain amount of money, a sustainable amount of money. But instead they want to jump, they want to go, they need more and more, get crooked. Er waren verliezen, maar hij stelde ze als winsten voor in zijn jaarverslagen. Dus hij schoof met geld en hij kwam in een steeds grotere problemen te zitten. Hij vulde het ene gat met het andere. Dat kun je zo wel zeggen, ja. Ja, en toen kwam de klap. Op 14 mei 1879. Hij wordt gezocht. Ja. Hij is hem gepeerd. Hij is hem gesmeerd, met zijn gezin. In grote stilte. Niemand had in de gaten dat hij dat van plan was. Hij heeft het een stiekem gedaan. Veel mensen waren hun geld kwijt. De daad was verschrikkelijk. De stad was er heel slecht aan toe. In rouw gedompeld? In rouw gedompeld. Door één man? Goeie woorden, ja. Zo was het. Dus in de 19e eeuw was dit bezit van leden van de familie Mees. Mees ontdekt dat Pinkoffs geknoeid heeft met de balansen. Stelt u zich dat eens voor, wat moet dat gedaan hebben met Mees? Ja, hij had op een goed moment een vermoeden en toen heeft hij hem bevraagd. En toen kwam het uit. En het is een onwaarschijnlijke slag voor hem geweest. Maar niet alleen Mees en zonen verloren geld aan, 1,2 miljoen gulden. Maar ook hij privé, een derde van zijn vermogen, 2 ton in guldens. En de Rotterdamse bank heeft er miljoenen aan verloren. En allerlei families die geïnvesteerd hadden, die belegd hadden in die Rotterdamse handelsvereniging. Ik heb wel gelezen dat er hele families geruïneerd zijn. En dat er zonen niet meer konden studeren door Pinkoffs. Ja, het houdt zoiets geks, maar misschien is dat de blik achteraf. Je werkt samen met een man die een lawaaiige prots een bluffer vindt. Privé wil je hem eigenlijk ook al niet helemaal in huis. En toch dat totale vertrouwen tot nader orde. Ja, maar fatsoen was een volstrekt normaal iets. De mensen waren fatsoenlijk en die waren betrouwbaar en die belazerden elkaar. The people helped them build the whole damn little empire they're going. Elkaar niet in een stad als Rotterdam. Iedereen kende elkaar. Het was één grote familie. Maar deze buitenstaander, ja, die, zoals Martin Mees zelf zei, ja, die had een lagere moraal. Ik heb u dan in tijds verlaten, geliefd en dierbaar Rotterdam. Mijn zwembrouwerij kon niet meer baten, van dure der ontmaskering kwam. They wrote a song about the man. Schone beenden, want tussen ons is het al voorbij. En ik roep u toe, vanuit een vreemde, mijn hart aan u, uw geld aan mij. En ik roep u toe, vanuit een vreemde, mijn hart aan u.
aan u, mijn hart aan u, uw geld aan mij. Wauw. Pinkhoff's op de vlucht. Op een lucifersdoosje. Na zijn val raakte Rotterdam niet meer uitgepraat over Pinkhoff's. Er waren spotliederen, spotprenten in de kranten en er was dit. Hier zie je ook een krant, Rotterdamse Courant, 1880. 15 miljoen naar Amerika. En die krant wordt gelezen door Lodewijk Pinkhoff's. Dit is nu een kwetsbaar, zeldzaam object, maar dat was het toen helemaal niet. Daar kon je je hand in steken. Tabak. Pinkhoff's had Rotterdam leeggegraaid. En nu mocht Rotterdam Pinkhoff's leeggraaien. Wauw. En alsof de fraude en de vlucht van Pinkhoff's nog niet erg genoeg is, voltrekt er zich een nieuwe ramp. Het gloednieuwe kanaal dat nog geen 6 jaar eerder bij Hoek van Holland is geopend, slipt ondanks de berekeningen bij de aanleg dicht. Weer wordt Rotterdam onbereikbaar voor grote schepen. Als zelfs de Holland-Amerika-lijn daarna naar Amsterdam vertrekt, ligt de Rotterdamse haven er werkloos bij. De ambitie die de stad had, wordt met iedere vloed weer een stap teruggeworpen. Met tonnen tegelijk stroomt het slip en zand de nieuwe waterweg binnen. Dit is weer een zwaartuig, die blijft in deze positie. En dan de ark aan het werk tussen de havenhoofden en die stationair 200 meter noord van Londen. Pinkhoff's is gevlucht. De nieuwe waterweg slipt weer dicht. Grote schepen kunnen de haven niet meer in. Zelfs de Holland-Amerika-lijn verhuist naar Amsterdam. Wat doe je dan als stad? Als stad, ja, dan heb je problemen. Veel geld geïnvesteerd. Geld weg in een verdichte waterweg. Dus dan moet je baggeren. Baggeren? Dan moet je baggeren. En hoe deed je dat in die tijd? In die tijd deed je dat met baggerbeugels en baggeremmers. Allemaal emmers achter elkaar en die emmers die draaien heel langzaam rond en die draaien die baggen naar boven. Maar dat was heel effies, heel duur en innovatief. Schiet niet op. Schiet niet op. Dus toen hebben ze besloten, jongens, we gaan het met opperzuiger doen. Opperzuigers? Opperzuigers. Dus een groot schip met een groot ruim en een pijp onder water, een hoopje stofzuiger. En die zogen van de bodem af en die dingen in het laadruim. En dat werkte? En dat werkte, dat is een brein, ja. En die nieuwe waterweg is weer open en het is gegroeid en de Holland-Amerika-lijn is weer terug. Ja, de mensen blij, Rotterdam blij. Vacuuming the ocean floor. Dat is wat het nu is, wereldhaven. Toen kon het echt. The river floor. Ja, dankzij de baggeraars. Hè? Dus eigenlijk ben je wel een riddertje verdiend. Dan krijgen mensen voor minder een linkje. Zo brengen tonnen en tonnen bagger Rotterdam een gouden toekomst. En zelfs de val van Pinkhoff's pakt tenslotte gunstig uit. Pinkhoff's die was gevlucht omdat hij de zaak had belazerd. Toen heeft de gemeenteraad voor een betrekkelijke habbekrats, vergeleken bij de investeringen die waren gedaan, heeft die zaak overgenomen. Dat is het begin geweest van het havenbedrijf. En het havenbedrijf is eigenlijk altijd de brug geweest tussen de particuliere sector en de stad. Publiek-private samenwerking. Ja, het is niet anders, dat is uitgevonden in Rotterdam. Pinkhoff's verdient absolute credits voor wat hij teweeg heeft gebracht. Die ondernemers zijn uitermate belangrijk, die zorgen voor spirit. Maar zonder die overheid, die belangrijke rol van die overheid om op beslissende momenten in te stappen, was het nooit gelukt. Want grote infrastructurele projecten, of het gaat over Maasvlakte 1, Maasvlakte 2, maar ook een Betuwelijn of uitbreiding van Schiphol. Hè? De ondernemer bedenkt het misschien, maar de
overheid hebben we nodig om het te financieren. En dit is dan het resultaat. Daar staat hij dan. Ja, dat is hem. Toch. Lodewijk Pinkoffs. Dit is neergezet onder uw burgemeesterschap. Ja, ik herinner mij, geloof ik, 98, dat het is onthuld, geloof ik, in het voorjaar. En ik denk dat het belangrijkste is geweest dat Pinkoffs heeft wel een ravage achtergelaten, overigens ook Nieuwe Havens. Hij is failliet gegaan, maar hij heeft het in zijn eigen zak gestoken. En misschien moet je achteraf wel zeggen, zo'n soort man heb je soms nodig als je echt iets wil. Je hebt af en toe mislukkingen nodig om vooruit te komen. Very different way to look at it, but true. Good morning, Mrs. Pinkoffs. Good morning. How are you? Well, I'm not exactly Mrs. Pinkoffs, but I'm Mrs. Zimmerman. But you were born. You were born a Pinkoffs, am I right? I was indeed. He was my great-grandfather. I wow. See. So I'm wondering, what do you know about your great-grandfather? He lost all his money and the money of his investors, so he came to this country because he didn't think he could ever do well again in Holland after that, so. And how was his life in New York? Well, he worked in the station in New York in a kiosk selling cigars and newspapers. In a station? A station in New York? Yes. Hmm. It's quite a come down from being yeah, it is. A friend of the king's and in the Senate and this and that. He never was wealthy again. So that's really sad. He tried to do something good and it all turned sour. That's right. All turned bad. Wow. Vaart vrienden wel en geest verwanten, mijn hart aan u, mijn hart aan u, uw geld aan mij. Begin 19e eeuw is Amsterdam failliet. Kijken hoe dat eruit zag, echt niet te geloven. De cholera slaat toe. Oh, oh shit. Een armenarts kan het niet langer aanzien. Servati. Samuel Servati. En er komt schoner drinkwater. Wat zou dat toch geweldig zijn. Daar kan je wat aan doen. Je kan het gewoon weer hebben. Wat is er in godsnaam op tegen? Er kondigt zich een nieuw tijdperk aan. There you have it, ladies and gentlemen. The Dutch 19th Century, episode 6, part 2. I'm saying Pinkoffs was what? Well, he was a dreamer. He really was. Surrounded by dreamers. A dreamer surrounded by dreamers. Sometimes things don't always go the way we plan. He is a prime example from being way up here to having to flee from your entire country to go start at the bottom down here with a whole bunch of people hating you forever. Like, that's terrible. Nobody wants to be remembered like that, for sure. If you guys enjoyed it, get over it. Show Paul H some love. Go show Doko Doko some love. Hit the like button if you liked it. The dislike button if you disliked it. Check out the other video up there. One of these guys up here. Until the next one, highly combustible. You guys be happy. Other save. A little bit to the moon and back. Peace.